Maar misschien is het goed om ons nog even te herinneren dat wij verleden jaar maart zo aardig in de knijpers zaten. Van gaat onze cv-ketel het houden of niet? En nou ja, we waren dus om meerdere redenen blij dat het voorjaar toen aanbrak. Want nou ja, de verwarming had het gehouden en het werd nog mooi weer ook. En ja, we zaten toen dus voor de beslissing die elke huiseigenaar op enig moment krijgt. Van er moet een nieuwe investering gedaan worden voor een nieuwe verwarming. Nou, eigenlijk gingen we op een gegeven moment wel uit van dat zal dus wel een nieuwe cv-ketel worden, hoog rendement en alles daarbij. Maar ja, we zijn wel een gemeente die duurzaamheid heel hoog in het vaandel heeft staan. En dus toch wat piekeren van wat kunnen we nog meer? Hè? We deden al zonnepanelen op het dak, we hebben nog inmiddels een elektrische auto aangeschaft. Maar nou, en toen kwam de gedachte van dat ook het mogelijk was om met een warmtepomp te werken. En dat hebben we uiteindelijk, heeft de raad daarmee ingestemd. En het is misschien wel even goed ons te herinneren. We vinden het op dit moment allemaal zo gewoon dat van alles van het aardgas afgaat. Maar dat is dus sinds de aardbeving in januari 18. Maar de raad heeft dit dus al besloten in augustus 17. Dus op zich waren we aardig voor in onze tijd. En nou, ik moet zeggen, ik heb toen op ambtelijk advies de raad nogal onder druk moeten zetten van ze moeten nu beslissen, want de winter komt eraan. Dat is niet mijn gewoonte om dat te doen, maar ik heb geluisterd dit keer, ook niet mijn gewoonte misschien, maar in elk geval, we hebben dat, de raad heeft daarmee ingestemd. En de afgelopen maanden heb ik toch nog wel eens gedacht van oh jee, want de aanbesteding was uitgelopen, dus de kachel heeft toch de hele winter nog moeten draaien. En gelukkig, toen het maart werd, toen bleek het goed te gaan, dus wat dat betreft is dat geluk. Heel veel in het gemeentehuis overhoop, maar dat nou, ook met plezierig contact met de installateurs die we inmiddels alweer een beetje missen, zo waren ze thuis bij ons. En daarnaast nog alles wat adviseurs gesproken, die zeiden ja, maar dat gaat het niet worden, dat is een onvoldoende capaciteit, dat lukt niet. Nou, en gelukkig in maart ging de apparatuur draaien. En toen ging het vriezen ook en het bleek dat het allemaal prima werkte. Dus we zitten hier goed met een goede voorziening. En het is voor mij als wethouder die bijna aftreedt heel leuk dat ik dit nog even heb mogen openen. Wel een beetje jaloers ben ik op mijn opvolgers, want ook in de zomer dan gaat de nieuwe installatie voor koeling zorgen. En daar heb ik 8 jaar lang niet van kunnen profiteren. Dus ik zal nog kunnen zeggen van je vader en moeder hebben nog meegemaakt dat het hier echt meer dan 30 graden was hier binnen. Maar dat is dus tot het verleden. Ik hoop dat iedereen er heel veel plezier van zal hebben. We gaan ook door met het gemeentehuis nog verdere maatregelen nemen. Liesbeth als accommodatiebeheerder die gaat daar nog mee verder. LED-verlichting, isolatie en nog een aantal zaken. Want ja, overheid, we moeten als gemeente gewoon het goede voorbeeld geven. En dat gaan we zeker doen hiermee. Succes daarmee. Moet ik inzoomen? Er staat heel blijmoedig bij. We zitten tweeën.